Hoi, ik ben Aart en door deze video te bekijken ben je alweer een stap dichterbij om een echte kampvuurheld te worden. Dit liedje is onderdeel van mijn kampvuurboekje waarin je de 20 beste kampvuurliedjes op gitaar leert. Je kunt dit liedje ook leren door alleen de video te kijken, maar wil je de bladmuziek, alle tips voor een onvergetelijke kampvuuravond en nog veel meer hete extra's, koop dan even het boekje. Link staat in de beschrijving. Succes! Oké, okay. Hotel California van de Eagles. Supermooi liedje natuurlijk, klassiekertje, die mag niet ontbreken. De capo gaat op 2. En dan gaan we eerst even kijken naar alle akkoorden. In de eerste regel van het intro zie je al de A-mineur, de E, de G en de D. Nou, als je een beetje basisgitarist bent, ga ik ervan uit dat je die wel kent. Mocht je nou een akkoord niet kennen, check dan even achter in het boekje. Laatste bladzijde zie je het akkoordenoverzicht, daar staan ze allemaal. Tweede regel... Daar zit de F in. En de F is wat lastiger, want daarbij moet je je wijsvinger platleggen over twee snaren. Of een barré-akkoord spelen. En de meeste beginners vinden dat best wel een pittig akkoord. Daarom heb ik natuurlijk een mooie oplossing. Je kan ook de F major 7 spelen. Bij de F major 7, dat is eigenlijk gewoon een C. Maar dan zet je je middelvinger en ringvinger een snaar dunner. En dan heb je hem. De twee dikste snaren moet je dan niet aanslaan. Maar de rest dan wel. En dan heb je... een mooie vervanging voor de F, die niet zo heel moeilijk is. Daarna krijgen we een C en een D-mineur. D-mineur is ietsjes lastiger ook. Check die goed. En dan de E. Nou, als je die akkoorden een beetje kent, dan gaan we even kijken naar het slagje wat erbij hoort. Die gaat zo. En daarbij merk je al dat de overgang naar het volgende akkoord is het moeilijkste wat er is. Wat je kan doen om het makkelijker te maken is het akkoord bij de laatste slag omhoog alvast optillen, zodat je makkelijker over kan naar het volgende akkoord. En check dan even goed het slagje. Het is dus neer, 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 op, neer, 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 op. En dan krijg je dus het volgende akkoord. Neer, 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 op, neer, 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 op, neer, op. Enzovoort. Dat is hem. Oké. Als je dat een beetje onder de knie hebt, dan kun je hem lekker gaan instuderen. Ik zal eventjes de eerste twee regels spelen. Dan kun je proberen mee te doen. En nou, dan ben je een heel eind al. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Als je dat onder de knie hebt, dan heb je het intro, maar ook alle coupletten en het outro. Dus dan ben je aan heel eind voor dit liedje, dus mooi. Gaan we nog eventjes naar het refrein kijken. Dan hebben we de F, de C en de E en dan hebben we de A-mineur 7. Wat je dan doet is gewoon de A-mineur, alleen dan zonder ringvinger. En dan heb je hem. Nou, dan krijgen we nog een F, C, D-mineur, E. Die kennen we al, dus dat is een makkie. Ik ga die ook even spelen. Check maar of het lukt om mee te spelen. 1, 2, 3, 4. Als je die twee stukken dus kunt spelen, dan heb je het hele liedje eigenlijk al te pakken, want de rest is allemaal herhaling. Dus check even goed in de bladmuziek hoe je alles moet doen en wanneer wat komt. Nog een paar dingetjes. Het eerste stukje van het laatste couplet, de eerste twee regels, is mooi als je iets rustiger speelt en daarna weer opbouwt. En in het outro, die is super lang, zit normale gitaarsolo. Dus dan kun je lekker losgaan, een beetje improviseren als je dat kan. Of met een andere instrumentalist erbij. Of iemand die gewoon de mondtrompet speelt. En die helemaal een solo verzint.
helemaal lekker losgaan daar dus. En voel een beetje aan tijdens een kampvuuravond waar mensen behoefte aan hebben om het juist langer of juist korter te maken. Voel de sfeer een beetje aan. Mocht dit nou allemaal veel te lastig zijn, check dan even mijn basiscursus. Daar leer je gewoon de basis van gitaarspelen aan. Dus als je deze akkoorden allemaal nog niet kent en je slagjes lukken niet, check dan eerst even de basiscursus. Dan leer je gewoon stap voor stap alles een beetje de basis onder de knie te krijgen eigenlijk. En dan kun je dit liedje ook gaan spelen. Nou, dat was hem. Ik zou zeggen, succes en op naar de volgende. Hey, abonneer meneer. Was jij niet laatst een weekendje weg geweest? Ja, naar Hotel California. Oh, dat is wel een lovely place, of niet? Zeker, het is ook een heel leuk liedje. Ja? Ja, en die kun je leren via het boekje. Ja, dat zeker. Dat is vet. En wil je nog meer van dit soort leuke liedjes leren? Abonneer je dan.